Hallo, welkom allemaal. Onze kruiden zijn eindelijk toegekomen, die we dan willen gaan verkopen om de witchboxen te gaan maken. Van mijn Nederlandse leverancier, zij kruidenvoordeel. En ze zitten dus echt heel leuk verpakt, ecologisch verpakt. En ik ga kijken of ik mijn scherm kan draaien. Ja. Dit is het. Dames, ik zal werk hebben. Maar kijk, dit zijn ze. Kattenkruid. Goudsbloem. Bloeddrukkruid. Bijvoet. Duivelsklauw. Dus het zijn er een heel wat. Awesome. Echt heel veel. Engelwortel. Citroentijn. Brandnetel. Berkenblad. Herderstasje. Die kruiden kun je ook gebruiken om thees te maken. Nog bloedsomloopkruiden. Ik heb twee zakken dan. Ik heb blijkbaar iets dubbel gehad. Agromonie. Ja. We gaan eens verder kijken. Eugenia. Zijn pakketten Ashwanda, dames. Dat is die paddenstoel, die helende geneeskrachtige paddenstoel. Die wou ik zelf ook al heel lang. Hopbloemetjes. Hop is heel goed voor tegen de slapeloosheid. Vrouwenmantel, heel gekend voor vrouwelijke ongemakjes elke maand. En ik ga zelf ook ceramine maken met dennenaalden. Dus ceramine is eigenlijk een extract dat gebruikt wordt om de geprikte mensen die bijwerkingen hebben van het vaccin, om die te gaan ontgiften en de metalen uit het lichaam te halen. Dus door de ceramine te nemen. Voilà, dit was onze bestelling. Ik ga verder doen en kijken hoe en wat we voor de heksenboxen nog allemaal nodig hebben om die zelf te gaan samenstellen in plaats van de leverancier die niet wou leveren.